It's a me, Mario! And Luigi in jail. Like Bowser en Mario en Luigi in de gevangenis. En daar hebben ze ook niet meer in geluid. Dat is heel erg. Daar zien ze in de camera. Ze worden gearresteerd en naar de rechtbank gestuurd. Om eindelijk een beslissing te nemen. En daar is de zwarte verraad. Ik deed gewoon mijn werk. Ja, maar nu hield hij stil. Want daar moet hij ook nog arresteren. Hey, ze stemt net eigenlijk op Midgey Koopa. God crap, oké. Ja, maar nu vertel waar mijn zoon is. Ik weet het niet. In je document staat er gewoon op dat ik niet zwanger kan worden, oké? Oh, oké. Misschien moet ik nog duidelijker zijn. Waar is mijn zoon? Die... Of de Roma's zullen boeten. Oké. Goed dan. Oké, pak mijn laptop uit mijn tas en... Dan kunnen we misschien zijn locatie vinden. Kom mee, jij bent goed met computers. Doe wat. Ik weet wat ik moet doen. Oké, dus normaal moet er hier een locatie staan. Er moet Koopa staan met twee O's, toch? Aha, hier. Ah, zo ver. Ben je zeker paas dat je daar naartoe wil? Ik bedoel, het is wel ver. Alles om mijn zoon te vinden. Maar nu... Maar ik heb je geholpen. Nootja! Ga weer, voor ik me bedenk. Laat mijn zoon opzoeken. Het wordt een lange reis. Hey, jongens. Ik heb net Yoshi gebeld. Het is een mess of shit. Dus gaat hij niet komen? Nee, helaas niet. Yoshi Island heeft hem even nodig. En blijkbaar is fruit tekort of zo. Fruit tekort? Ik denk dat ik een fruitbloemen moet sturen. Hoe gaan we dat doen als wij in de gevangenis zitten? Voor alles wat we hebben gedaan. Luigi. Miss Luigi, wij gaan de gevangenis in. En het is nog veel erger. De rechter haat jullie. Is het Spike, onze rechter? Nee, Stuart. Een domme klant van jullie, van Brooklyn, haat jullie. Blijkbaar hebben jullie de kraan open laten staan en noemt hij voor altijd betalen. Ik herinner nooit een klant dat we Stuart hadden. Nou, en jij? Ik herinner bijna nooit iemand. Hey jongens, je hebt wel lef om hier te komen, wat je ons hebt aangedaan. Nou, het spijt me daarvoor. Ik ben gewoon mijn werk en... Met spijt mogen Luigi en Mario in deze gevangenis uit, dan zijn ze nu gewoon vrij. Wat een feest, nietwaar? Nou, eigenlijk... Nee, ja, het spijt me, oké? De reden waarom ik ook de hele tijd niet jullie had gearresteerd, was omdat ik voelde dat ik vrienden kon zijn. Ik dacht, ik zou stil zijn, maar nu... Hebben ze alles gehoord en word ik nu gepakt en word ik nu gearresteerd. Dus wacht. Dus ik ben mijn baan kwijt. Dus jij bent je baan kwijt en omdat je stil was? Ja, ik ben eigenlijk een spion, maar nu ja, gaat het helaas denk ik mislukken. Maar verveel je niet een beetje om hun hele tijd te spioneren? Nee, ik had lol en vrienden. Nou, raad eens, wij zijn sowieso geen vrienden. Oké, hoe is het met jou, Mario? Nou, misschien kunnen we het nog goed maken. Ik bedoel, misschien is er nog een kans. Ik bedoel... Je hebt toch ging wel te ver. Je kon je bek nog steeds houden, maar je moest het zeggen. Na hoeveel maanden? 3, 2, ik weet niet. Mag ik eigenlijk iets vragen? Hoe heb je het eigenlijk ineens, de agenten en zo, jou gevonden ineens? Ze hebben een tracker daarna gevonden bij me. Oh. Toen heb ik mijn laptop aan, ja, toen wisten ze het. En anders werd die gearresteerd, dus ik moest mijn werk doen. Nou, misschien is het het beste als we misschien snel moeten zorgen dat jullie allemaal vrij zijn. En misschien kan het dan nog goed gemaakt worden. Hopelijk. Steltje sukkels, kijk. Ik kan eindelijk iemand in gerechtigheid brengen. Mario en Luigi. Dat zijn wij, de Mario Bros. Nou, alles wat jullie hebben gedaan, steltje Italiaanse woordvluchtige misdadigers.
Eigenlijk komen we uit Brooklyn. Kop dicht! Ik bepaal waar je vandaan komt. Jij komt uit Italië. Oké, we komen uit Italië, blijkbaar Luigi. Oh. Oké. Nee, niet oké. Moeten we het erg vinden? Weet je, ik daag me uit. Ik ga zo hard genieten van deze rechtszaak. En ja! Stuur hem weg! Ik wil hem niet zien. Hij wordt gearresteerd voor altijd. Ja, en ik help je wel naar buiten. Kop dicht, ik wil jou niet buiten zien, oké? Okay? Ja, ik moet buiten moeten zien. Het spijt me omdat ik je in de problemen bracht. Ik deed gewoon mijn werk. Was hij de eerste loodgieter? Hallo. Oké, dus. Wat heb je te zeggen? Veel. Heel veel. Hier is het. We zijn bij Boston. Oké, dan hoop ik dat het waar is. Oh, hey, ik ben Bowser en dit is mijn knecht, Kamek. Dit klinkt wel misschien een beetje raar, maar ik ben je vader. Ja, oké. Met andere woorden, ja, ik ben je zoon waarschijnlijk. Wauw. Na lange tijd kom je me vinden, of niet, hè, vader? Bam, koning. Vind je het niet vreemd dat hij blauw is en wij? Kop dicht. Hey. Kijk maar aan als ik tegen je praat. Wat? Je bent mijn vader niet, oké? Ik krijg de laatste tijd al telefoongrepen zitten mijn vader. Nee, ik ben de echte. Ik heb een DNA-bewijs. Laat het zien, Kamek. Hier zijn de documenten en het bewijs. En een lolly. Om te likken. Na al die jaren heb ik mijn echte vader gevonden. En het is geen grap, hè, even voor de duidelijkheid. Dus pak je spullen en laten we hier weggaan. Je wordt waarschijnlijk toch elke dag geslagen door de vader. Oké. Wauw, het was snel je mis. Je hebt nog een zoon. Ik ben trots op je. Ja, en ik ga hem de volgende Koopa maken. Ja, dat is wat hij allemaal gaat kunnen doen. Ja, besef. Ik kan heel veel tijd maken voor mijn zoon. Dat is heel erg goed. Ja, ik bedoel, jullie zouden een keertje hang-out moeten doen en zo. Oké. Dus, blijkbaar hebben jullie heel veel misdaden begaan. Zoals in een koekjesfabriek inbreken. Luigi? Wat? We zijn onze advocaat vergeten. Maakt niet uit. Oké, dan moeten we... Wanneer hebben jullie in een koekjesfabriek ingebroken? Ik weet niet meer, ik ben erg klein van geest, maar het lijkt me... Hebben we Pauline gedaan? Ja, maar het is geen bewijs dat Pauline het heeft gedaan. Dus eigenlijk heb ik het zonder haar gedaan. En jullie gingen weg van de USO show. Oh ja, dat had ik gezien op tv. Nou. En nu heb ik jullie gevonden. Nou, ik heb een speech. Nou, ik ben daar niet geïnteresseerd. Bent u dan geïnteresseerd in mijn speech? Oké, omdat jij een M draagt. En dat is mijn favoriete letter. Oké. Je hebt een M, echt een favoriete letter. Kijk. Ik weet dat we slechte dingen hebben gedaan, maar... Raad eens wat voor goede dingen we ook hebben gedaan. Ik bedoel, we hebben vaak de wereld gered van de Bowser en de rest van de Koopas. En we hebben een beetje... Zoveel dingen gedaan. Zoveel speciaal dingen. En ik dacht, misschien kunnen we... Eigenlijk, waarom luister ik naar twee domme Italianen loodgieten? Breng ze weg! Wacht! Wat als ik ieder 20 euro geef? Deal. Je bent vragen. Het is gelukt. Hey, gefeliciteerd. Dank je. En hoe gaat het eigenlijk met Zelda? Oh, het gaat heel goed. We zouden een keertje ketchup moeten halen. Ja. We zouden een feestje moeten bouwen, oké? Voor omdat jullie twee vrij zijn. Met snacks! Ja. Dank je, Peach. Natuurlijk. We moeten een feestje hebben. We zijn vrij, Mario. We zijn officieel geen voortvluchtigen meer. Ja, ik bedoel, we hebben goede dingen gedaan, maar ook wel slechte dingen. En ja. Ik besef ook dat we apart dingen hebben gedaan, maar we gaan dat niet zeggen. Oh, oké.
Maar jullie worden daar toch niet meer voor gezocht, hè, toch? Normaal niet, denk ik. Nee, wij zijn niet meer illegaal, meid. Laten we nu een feestje hebben! Snacks! Hey, kijk! Een Mario pop gemaakt, zelf gemaakt! Oh, wauw, ik zie net dat een pop was. Ja, ik ga het even in mijn zak stoppen. Dat is even wat ik een heel jaar wil bijhouden. Nou, Peach, ik ben blij dat je deze feestje voor ons hebt gemaakt. Ik ga niet er echt van. Nou, als er iets is, ik ben een prinses die van feestjes en avonturen hou. Haha, dat is best wel geweldig. Hé, jongens, hebben jullie de chocobolletjes al geprobeerd? Wat bedoel je daarmee? De chocoladeballetjes. Oh. Nee, dat heb ik niet geprobeerd. Ik heb geprobeerd om ze een keer twee aan elkaar te zetten. Dat is super gestoord. Nou. Heb je daar een worst daar boven gezet? Een worst? Hé, hey, zaak. Ik zou het te proberen. Maar niemand mag het weten. Oeh la la. Hé, hey, wie is degene met de zwarte capuchon? Geen idee. Hé, hey, wie ben jij? Bowser! Oh, wat doe jij nou weer hier? Nee. Je had niet deze feestje verpesten. Mario en Luigi hebben hard gewerkt. En jij kunt het niet tegenhouden. Jij bent hier de echte crimineel. Ja, gelukkig, waarom ben jij nooit gearresteerd? Nou, misschien omdat ik een grote bedreiging ben. Raad eens. Ik wil jullie allemaal eens laten weten dat ik terug ben gekeerd. Maar dan met... Is er iemand teruggekeerd? Ik denk niet... Wie is er? Dank je me te vragen. Mijn zoon is teruggekeerd. Is Bas Junior van zomerkamp terug? Nee! Wie stuurt er nou zijn zoon naar zomerkamp? Is... Wacht. Zeg niet dat je 7 koepelings weer terugleven. I fucking wish, maar nee. Mario heeft ze permanent weggedaan. Ik had blijkbaar een verloren zoon. En Rosalina heeft ervoor gezorgd dat ik eindelijk toch een kans heb. Dus er is nog een Koopa dat we niemand kenden? Ja. Oh, die komt daar al binnen. Oh. Maar nee. Wat? Maar hoe kan dit?